dan had het geen BH moeten worden, zeg ik dan maar. Maar ja, we zijn nou eenmaal een vrouw en dan moet wel alles netjes zitten. Maar oké, okay. Oh ja, mijn veiligheidsspeltje ligt ook nog boven. Moet ik straks ook halen vanwege dit weer, want dat moet er weer aangehangen worden, hè? Zo hier nou ergens, ja. Toch, dat trek ik. Doe normaal, trek me zo. Zeg, of ruik je weer wat? Zit er iemand in de tuin? En ja hoor, daar zit ze. Onze Mario. Hallo. Die zat in de tuin te wachten totdat wij weer thuis kwamen. Ze had door dat ik weg was met de meisjes, dus ja. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Dag 2 is aangebroken voor de collecteweek KWF. Ik ga zo even de meisjes weer uitlaten. Dan is dat allemaal weer gebeurd. Want het is alweer bijna 3 uur en om 5 uur, ja, dan ga ik wel weer starten. Maar ook komt Karin er nog aan, ja. En die zal dan voor het eerst achter die tafel komen, want ze weet van niks. Nee. Ik heb het verzwegen. Ik denk, ze ziet het vanzelf wel. Het zei in de vlog of het zei real life. Ja. Dus, ik moet het straks insmeren als ik thuis kom. En dus, want ik vervuil best. Ja. Dat is goed. Teken van genezing, hè. Dus, maar in ieder geval, ik neem jullie gewoon ook wel weer mee, want wie weet zie ik wel weer wat leuks onderweg, net zoals gisteren. Ja, is toch leuk om dan even de camera erbij te pakken. Maar in ieder geval, ik ga nu eerst de meisjes uitlaten, want het moet gedaan worden. En dan kan ik na die tijd een bakje koffie nemen en een broodje nemen, want eten, daar kom ik niet aan toe. Ik heb wel de wasmachine draaien en de droger hek draaien, dus ja, dat is helemaal weer geweldig. Dat doet zijn werk wel weer. En het is 25 graden daar. Hitterecord staat daar, dus ja, wat er aan de hand is met hitterecord. Hoe dan? 25 graden. Ik weet niet wat ze hitte noemen, maar ik noem dat nog geen hitte. Dan moet het over de 35 graden worden. Ja, dan zeg ik, ja, jullie hebben gelijk. Maar nee, dat is het nog, nee. Nee. Ik heb enkel wel, ja, mijn zwarte BH eronder. En die komt wel eens eronder uit. Kan ik niks aan doen? Nee. Dan had het geen BH moeten worden, zeg ik dan maar. Maar ja, we zijn nou eenmaal een vrouw. En dan moet wel, alles netjes zitten. Maar oké, okay. Oh ja, mijn veiligheidsspeltje ligt ook nog boven. Moet ik straks ook halen vanwege dit weer. Want dat moet er weer aangehangen worden, hè? Zo hier al ergens, ja. Ja, nou niet het, hier ongeveer. En dan neem ik het met mijn BH-bandje mee, zo. Dan hangt hij goed. Zo moet hij. Dat moet naar de voorkant. Dat, ja. Komt helemaal goed. En Rijka is weer het gek doen. En ik moet laken goed doen. Oh. Rijka! Rijka, hou daar mee op, want dan heb je weer het laken helemaal overhoop gehaald daar. Kun je dat ook weer goed leggen? Nee, ze denkt ook, vrouwtje, je hebt niks te doen. Maar ik heb meer te doen dan niks. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit alweer aan een broodje even eten, want het is alweer 4:15 en ik moet zo meteen weer lopen. Ja, het zal even iets later wezen, want ik moet natuurlijk ook nog naar het toilet. En de meisjes natuurlijk binnenhouden, tenminste binnenhouden. Ze mogen nog even naar buiten, maar ik heb mijn rollator alvast klaar. Karin die is in die tussentijd geweest, ja, die heeft even het een en ander gebracht. Voor mij en voor iemand anders nog. Maar ze dacht dat die tattoo van mij, en jullie zijn de getuigen ervan, dat het echt is, maar zij meende in eerste instantie dat het een plakplaatje was. Ja, echt niet? Nee. Van plakplaatje hoef je niet bij wijze van spreken pijn te lijden voor dit weer wel. Nou ja, pijn. Een bevalling doet meer pijn dan dit, maar in ieder geval, ja,
Wie mooi wilt zijn moet pijn lijden. En dat heet met een plakplaatje niet. Want die haal je van dat andere velletje af en die plak je op je arm. En dan is het ook nog maar de vraag hoe lang blijft die zitten. Ja, want je moet je opwassen, et cetera. Dus ja, hallo. Weet niet hoor. En ik dacht dat het duidelijk te zien was hoor. Ja, ik weet het niet. Het zal hem aan mij leggen, misschien niet hoor. Maar ik dacht dat het al wel duidelijk te zien was dat het geen plakplaatje is, hè. Ja, terwijl ze zelf ook toch tattoos heeft. Dus ze weet, ze moet weten het van echt naar een plakplaatje te onderscheiden. Dus, hè, gesloten weg op. Ja, ik zie het onderaan in mijn computer verschijnen. Nou, kom op. Oh, nou is het zonnig. Dat ik dat eigenlijk, ik krijg van alles onder in mijn computer, in die onderbal, ik krijg van alles te zien. Ik meende enkel het weer, van 28 graden zonnig, maar er staat meerdere dingen. Maar die zegt, nu in 24, net 26. Ik weet het niet hoor. Maar ja, ik kan het nou niet vragen. Dus. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon vooral van alles met het prachtige mooie weer. Ga erop uit als je niks te doen hebt. Geniet er gewoon van. En hey, geld, ga dan ook jezelf even verwennen met een hapje. Al is maar een patatje. Geniet en doe je ding. En ja, geniet met mij mee. Ja, ik hoop dat ik ook wat onderweg weer wat leuks tegenkom. Dat ik dat ook weer uiteraard even kan filmen. En ja, dan zien we dat wel weer. Ik heb moeilijk, je zult bij de deur gaan staan. Heeft u ook nog wat over voor de KWF? Oftewel, goedenavond, meneer of mevrouw. Het is maar net wie er dan voor mijn neus staat. Dat mag dus niet, hè? Nee, je mag dat zo niet doen. Nee, dat gaat het er niet worden. Nee, dat is de wet van privacy. Ja, dus bij mij mag het, hoor. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet gewoon een beetje mee. Ja, lieve vrienden, we zijn alweer thuis. Ik heb ook alweer een bak koffie op en een broodje op. En ja, dat ik de meisjes uitbied, want ook die heb ik gelijk weer gedaan. Eerst gelopen voor het collecteren, voor de KWF. En toen gelijk met de meisjes weer uit. En we komen weer terug en ik kom net het hoekje om. En toen begon Ellen me toch te trekken. Ik zei, doe normaal, trek me zo. Ik zeg, of ruik je weer wat? Zit er iemand in de tuin? En ja hoor, daar zit ze. Onze Mario. Hallo. Die zat in de tuin te wachten totdat wij weer thuis kwamen. Ze had door dat ik weg was met de meisjes. Dus ja, helemaal geweldig. En we hebben dus al lekker al een bak koffie op. En ik zit nou goede tijden, slechte tijden terug te kijken. Het is nu reclame. En vandaar dat ik jullie er even bij pak. En dan moet ik nog een vlog in elkaar zetten, hè. Ja, en dat met deze warmte, hè. En het wordt nog warmer. Ja, yeah, dat wouden we. Ja, want we hebben geen echte zomer gehad. En nu hebben we een weekje zomer. Lekker, heerlijk. En niet klagen, hè. Denk erom, ja. Dan krijg ik virtueel een pakje Sojanusie. Ja, virtueel, hoor. Niet echt, nee, want ik ben er niet zo. Nee, echt niet. Gewoon een geintje. Ja, moet ook kunnen, toch? Ja. En virtueel voel je niks. Dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet gewoon ook weer een beetje mee. Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg laat. Ja, wat heet. 2:49. S'nachts. In de nacht, ja. Ik ga lekker een beetje toe. Want ook, ik ben nou heel erg moe. Ja. Lekker slapen. Dus ik wens jullie allemaal een welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allen de wacht, over mens en dier. Dat ik zeg nu vanuit hier, ik zie jullie graag terug aan de andere kant van de nacht.